Jan van den Berg voor DVS TV. Dat betekent dat er nieuws is. Heb je nieuws, Jan? Ik heb elke dag nieuws, Piet. Nee, zonder dolle. We hebben een nieuwe trainer voor volgend jaar. We hebben na een lange periode van praten met verschillende mensen, hebben wij Richard Plug van Odin bereid gevonden bij ons trainer voor volgend jaar te worden. Wat voor soort trainer is dat? Hadden jullie ook ongeveer een profiel in je hoofd? Ja, weet je, wij hebben... Kijk, Bert heeft het natuurlijk best heel goed gedaan hier. En daar wil je dan op doorborduren. Wij waren op zoek naar iemand met echte people manager kwaliteiten vanuit zichzelf. Dus niet van, joh, ik heb ervoor gestudeerd, maar echt een man die de groep kan managen. We hebben best een... op dit niveau heb je dat eigenlijk overal wel echt mannetjes in een groep. Hè. Daar is helemaal niks mis mee, vind ik trouwens. En dat zijn ook de mannen die je nodig hebt om kampioen te worden. En daarbij heb je dan een trainer nodig die een stuk duidelijkheid heeft, een stuk discipline heeft, maar ook natuurlijke managementkwaliteit heeft. En met name natuurlijke managementkwaliteit. Dus ook humor? Hij heeft zeker humor. Het is een Amsterdammer. Goch me. Dat is bij ons in de Veluwe nog, het zal het wel even wennen worden. Maar ook een man die echt bewezen heeft met mindere middelen hele goede prestaties neer te zetten. Dus hij maakt er een team van. Maar hij is ook heel duidelijk en tactisch vind ik hem ook behoorlijk sterk, ja. Voorlopig een contract voor 1 jaar of meerdere? Ja, we zijn voor 1 jaar overeengekomen. Met eventueel optie? Nee, geen optie. Nee. Geen optie? Nee. Dat was dus geen optie? Maar het is wel een optie, maar het is geen optie. Ja, precies. Zo is dat. Tevreden ermee, ja? Ja, we hebben een paar gesprekken gehad met wat trainers. Er hebben zich best wel heel veel trainers ook gemeld. Daar hebben we een selectie uitgemaakt en gekeken van wat past het beste bij onze vereniging, maar met name ook bij onze groep. En ook bij ons speelwijze die wij graag voorstaan, met een vleugje mannelijkheid erbij. Nou, daar kwamen we bij hem uit. We hadden daar 3 trainers voor en zijn met hem in eerste instantie verder gegaan. En echt ook door toedoen van de bestuurder, Aart en Ton, die hebben daar het gesprek over gevoerd, hebben we hem binnen kunnen halen. Dus dat is wel een compliment ook naar de vereniging waard, denk ik. Mooi. Nou, Jan, mede namens DVS TV en alle supporters bedankt voor dit interview. Ja, geen dank, Piet. Okay. Voor elkaar.